Tania Sien van Egmond. Ja, ik begin met een introductiegedicht. Ik heb een biertje op. Het heet Anarchist. Anarchist, ze hebben zich in u vergist. U trok de stoute schoenen aan. U heeft een dorp gesticht. Die romaan steekt de stad aan. Anarchist, het is anarchie wat u mist. De bioscoop vindt u niks aan. Een valse kat betrad uw pad. Uw toekomst werd dat wat u eens had. Pyromaan, steekt het vuur aan. Laat u in vlammen opgaan. Ik stapte laatst in de trein richting Alkmaar en ik zag een bekend gezicht en ik ging er tegenover zitten. En na wat twijfel ging ik vragen, bent u niet muzikant? Hij zei ja, bent u niet de bassist van The Kift? Dat kon hij ook bevestigen. En toen besefte ik me een deel waarom hij mij opviel, of zijn charisma, of was eigenlijk een heel simplistisch iets. Hij was niet bezig met vrienden of collega's te kletsen of op zijn telefoon kijken of een boek te lezen, maar met het turen uit het raam naar het voorbij glijdende landschap. En toen heb ik, nadat ik netjes gevraagd had of dat goed was, om een gedicht voor hem voor te dragen. En dat doe ik hier ook, want het gaat ook over verandering. Lofdicht aan het Noord-Hollands landschap. U bent Noord-Hollands. U bent landschap. U bent het onovertroffen minimalisme. U bent het vakmanschap. U bent kilometers gras. U bent een paar koeien. Sommigen hebben plannen met u, maar moeten zich niet met u bemoeien. Het laatste gedicht gaat helemaal niet over verandering. Dat doe ik geheel op eigen risico dat ik hier voor de microfoon word weggetrokken voor de rollende camera's. Het heet Portret van een meisje en haar ezel. U bent een meisje. U bent haar ezel. U bent een lastpak. U bent dom en lui, maar het interesseert u geen zak. Varia Sien van Egmond.